Oh, ik denk exact hetzelfde als gisteren en eergisteren. Eigenlijk weer een hele goede ronde. Lionel sprong wederom fantastisch, maar resultaat weer één fout. Ik denk dat hij misschien in drie rondes vijf ballen aangeraakt heeft en drie liggen op de grond. Dus we mogen zeker niet van geluk spreken. Denk ik dat hij weer heeft laten zien dat hij het niveau heel goed aan kan. En we moeten gewoon ook kilometers maken, ervaring maken en op naar meer wedstrijden. Je zucht er een beetje bij, is het frustrerend? Zeker heel frustrerend. Voor hetzelfde geld, de manier waarop die drie rondes loopt. Voor hetzelfde geld sta je met foutloos resultaat aan de finish. Nu heb je drie keer één af, dus het is allemaal net niet. Ik ben wel heel tevreden met de manier waarop. En het is echt zeker iets waar we ook met ogen volgend jaar mee verder kunnen. Alleen het is zeker balen. Hier in eigen land wil je meedoen vooraan. En het wil zo net niet lukken. Kun je gevoel eens uitleggen? Want aan de ene kant heb je net een nieuw paard. Dus kun je eigenlijk alleen maar trots zijn op hoe die rijdt. Maar aan de andere kant, ja, die fouten die tellen. Ja, precies. Het is allemaal heel snel gegaan. Ik heb Lionel natuurlijk pas sinds januari. We zijn heel blij dat we hier al bij kunnen zijn en ons ook al van een goede kant kunnen laten zien. Natuurlijk, zeker omdat het in eigen land is, wil je graag meedoen voor die medailles. En niet alleen bij mij, maar ook bij mijn collega's staat het niet helemaal mee de afgelopen dagen. En we proberen verder op zo hoog mogelijk te komen, maar het zijn geen medailles. Kijk je dan stiekem ook alweer vooruit, omdat je denk ik progressie ziet? Dat zeker. Ik vind het wel heel belangrijk met het oog op Tokio volgend jaar, waar wij ons gelukkig vorig jaar al voor gekwalificeerd hebben, dat het paas zich hier goed laat zien. En dit zijn ook ervaringspunten die wij meenemen naar volgend jaar. Ik denk dat het heel belangrijk is voor zo'n groot kampioenschap als Olympische Spelen, dat je al een keer een kampioenschap gereden hebt. Dus dat nemen we zeker mee en we kijken positief vooruit. En tot slot, je zegt een paar pechfoutjes. Heb je slechte karma? Weet ik niet. Ik ben absoluut niet bijgelovig, het is wat het is. Volgende keer zal het misschien beter zijn. Dat is maar goed ook. Hoe sluit je het niet af? Met welk gevoel? Wel een heel positief gevoel. Natuurlijk vandaag, we waren sowieso al te laat voor medailles. We proberen met land zo hoog mogelijk te komen en ik wou graag zelf individueel nog wat doen. Alleen door deze fout zal de top 25 voor zondag sowieso moeilijk genoeg worden, ben ik bang. Toch kun je trots zijn op je mooie rondes. Ja, we gaan ermee verder.